De aanleg van het glasvezelnetwerk in Leeuwarden is donderdagmorgen spectaculair begonnen. Wethouder Henk Dijnen onthulde tegenover het MCL een kunstwerk van 9 bij 3 meter dat de technische ruimte omhult. Het is ontworpen door Anneke Semmekrot. Van hieruit worden de eerste wijken in Leeuwarden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Wij zijn als gemeentebestuur heel erg trots dat we die glasvezel kunnen aanleggen in de stad. We zijn daarmee een van de voorlopers in Nederland. Vorige week heeft een landelijke werkgroep onder voorzitterschap van onze burgemeester Fred Kroonen een rapport overhandigd aan de minister van EZ, Maria van der Hoeven, waarin geadviseerd wordt aan het Rijk om ook een wat actievere uitrolstrategie voor het aanleggen van de digitale snelweg en glasvezel te bespoedigen. We weten dat het initiatief over het algemeen ligt bij gemeentes en provincies. Ja, wij zijn daarin niet achtergebleven. De provincie doet op dit moment ook haar werk op dit terrein. Maar nogmaals, ik ben blij dat we klaar zijn voor de 21ste digitale eeuw. 5, 4, 3, 2, 1. Het eerste hokje is geopend. Ja, ja, een hokje is een beetje een raar woord, maar dat klopt. Als je kijkt wat daar voor investeringen in hangen, dan is het, verdient het wel een iets andere titel. Wat gaat hier gebeuren? Jij bedoelt in het hokje? Nou, alle verbindingen van woonhuizen worden hier afgemonteerd. En die worden eigenlijk verzameld naar één grote dikke kabel die richting Amsterdam gaat, waar de grote AMSEC staat. En daar wordt al het dataverkeer van Nederland wordt daar aangeboden en verhandeld en verspreid, zeg maar. Hoeveel van dit soort hokjes zijn er nodig in Leeuwarden? Nou, in Leeuwarden hebben we er denk ik zo'n 18, 19 nodig, verdeeld over de hele stad. Anneke, dit is jouw ontwerp. Dit is mijn ontwerp, ja. Ja, ik ben benaderd door Glashart om een ontwerp te maken voor de huisjes. Die dus iets spannender, iets mooier zouden zijn als de normale, saaie, grijze huisjes die normaal uitgevoerd worden. Dat is je goed gelukt, denk ik. Ja, ik ben er zelf ook heel erg tevreden mee, ja. Heb je wel eens eerder zo'n klus gehad? Nee, zo'n grote klus als dit niet. Nee, ook niet. Normaal schilder ik en ja, schilderen tekenen. En eigenlijk sinds kort dat ik echt het foto bewerken, wat ik daar mee bezig ben. Ja. Hoe lang duurt eigenlijk die aanleg van de glasvezel in Leeuwarden? Dat hangt een beetje altijd af van wat de lokale overheid toestaat. Wij hebben nu gepland 2 jaar bouwen hier. En dat is redelijk snel tempo. Maar ja, het valt of staat met de bereidheid van een gemeente om daarin zeg maar, te participeren. En je kunt je er ook wel iets bij voorstellen. Want het is een hele stad. Hè? Alle stoepen aan beide zijden van de straat gaan open. Nou, ja, men wil niet alles in één keer open hebben liggen. En vaak hebben mensen of lokale overheden ook hun eigen programma met riolering vervangen, noem alles maar op. Dus dat wil je een beetje op elkaar aanpassen. Dan moet het op aangepast worden, op dat soort werken? Ja, dat is publiek het niet uit te leggen als wij vandaag de straat opentrekken en 2 weken later doet de rioolboer dat. Dat kan niet. Zit er een thema in de ontwerpen? Ja, er zit een thema in de ontwerpen. De lichtstrepen van de glasvezel, die laten we overal terugkomen. De bloemen laten we ook in elk huisje terugkomen. En het zijn transformaties. De huisjes zijn getransformeerd, ook van transformatorhuisjes, naar iets moois, iets fleurigs. Het is een heel groot project in Leeuwarden. Wat voor bedrag is daarmee gemoeid? Poeh, dat zijn een paar jaarsalarissen bij elkaar opgeteld. Even kijken, ik denk dat wij op de schaal van Leeuwarden het hebben over alleen over de kabels die de grond in gaan en de huisjes die achter ons staan. Nou, zo'n 50, 60 miljoen. En er komt nog de actieve laag bij, dus het gaat echt om groot geld. Dat moet weer terugverdiend worden? Ja, wij zien dat als een investering op hele lange termijn. Wij zien dat als vastgoed. Dat betekent dat we de eerste 7, 8 jaar sowieso daar geen groene cijfers zien, om het maar even zo te zeggen. En dan zien we het een jaar of 5, 6 kasneutraal. En daarna ontstaat er langzaam een rendement. Dit doet hij alleen omdat hij een heilig geloof heeft in glasvezel?
We hebben een hele geloof, dat klopt, een hele geloof in glasvezel. En dat is onderbouwd natuurlijk met eigenlijk de trends die je mondiaal op dit moment ziet.